staan voor het huis van Willem Oltmans. In het telefoonboek staat geloof ik journalist, maar hij is veel meer. Diplomaat vooral. Diplomaat in eigen dienst, zou je kunnen zeggen. Is het conflict nooit uit de weg gegaan en hij heeft ook heel veel rechtszaken aangespannen. Tegen de Nederlandse staat, tegen Suriname, tegen Zuid-Afrika geloof ik. En we gaan hem opzoeken in zijn huis te Amsterdam. Ja, Oltmans. En nog eens Oltmans. Bij hem mag wel drukwerk in de deur, zo te zien. Hier niet. Ja? Ja. Hallo. Ja, hoe is het? Vroeger was jij een buitengewoon... Ja, en nu niet meer? Plezierig hapje. Hallo. En dat valt je nu erg tegen. Ja, dit is Frans Bomet. Hi Frans. Een bosje bloemen. Het is niet waar. Alsjeblieft. God, dat is... Ja. En je ziet er nog patent uit om dat ouderwetse 50e jaren woord te gebruiken. Ik hoop niet dat tijd draait dat ding. Natuurlijk. Oh jezus. Nou goed. Ga je nog steeds veel op de zonnebank? Nee, nooit. Nee toch, nee. Never. Echte zon. Ik fiets veel. Trek je jas uit, gooi ja, je bed. Ja, dat is goed. Hoe ben je zo klein komen te wonen opeens? Of woon je hier tijdelijk? Nee, het kan mij niks schelen. Ik vind dit wel een goed plekje hoor. Ik blijf hier wel een tijdje. Maar ik ben toch altijd veel in het buitenland. Ik ben net een maand in Amerika geweest. Nee, ik ben uit Zuid-Afrika gezet dus vorig jaar. Niemand weet waarom. En had niks. Nee. Want ik was met mijn hele hebben nou naar Zuid-Afrika. Je was echt geëmigreerd toen? Ja, nou, 3/4 van mijn spullen staan er nog. Ja. Maar toen werd ik van de een op de andere achteruit gegooid. Dat kon ik niet geloven, want ik was de enige journalist die door de klerk is ontvangen. Tot op vandaag. Er heeft geen ene andere Nederlandse journalist ontvangen. Dus ik had daar mijn goede contacten. Alles was prachtig. En van de een op de andere dag is dit gebeurd. Nou, en je weet nog steeds niet waarom? Nou, daar zijn we dus druk aan bezig. Ja. Het is vanuit Den Haag gedaan, hè? Vanuit Nederland is het gedaan. Maar... Dat klinkt enigszins... Nog altijd. Nog altijd gaat het vrolijk door. Ja. Ze hebben mij gewoon 35 jaar lang à la Ponkenprinsen. Ik zit in het schuitje Ponkenprinsen met dit verschil dat ik nooit naar Sukarno ben overgelopen. En ik heb ook niet op Nederlanders geschoten. Dus ze zijn echt goed in de war daar in Den Haag. Maar het is nog steeds volgens jou buitenlandse zaken die jou... Het is de nasleep van de instructie van Luns... Deze man is persona non grata voor zijn leven. Ja. En als je eenmaal in de Nederlandse computertjes zit, als ongewenst, nou kom er maar eens een keer uit. Dan zit je er voor eeuwig in. Ja. Dit zijn eigenlijk allemaal geheim gestempelde telegrammen van buitenlandse zaken, waarin ik van de meest schandalige dingen word beschuldigd die absoluut gelogen zijn. Is er een brilletje? Nou, ik heb meestal hier wel een liggen, maar... Ach, geef me even die... Ja. Of, oh jezus, kan die dat? Ja, ja. Dat is een acrobaat, deze filmoperateur. Ja. Nou ja, kijk eens nou. Hier zie je dus bijvoorbeeld... Heeft Van Rooyen, de Nederlandse ambassadeur in Washington... Die heeft dus eventjes een detectives op mij afgestuurd in New York... Om te bewijzen dat ik... Dat ik geld van Sukarno kreeg, wat nooit is gebeurd. Hè? Kijk, confidentieel, ambassade van Washington. De honden lusten er het brood niet van. Ik heb ze nou niet op kijk hier. Allemaal buitenlandse, nou, ik heb er honderden. En daar zit ook die van Luns tussen. Natuurlijk. Ja. Hier, daar heet er weer een. Ja. Is die van Luns? Nou, ik weet niet of je kan lezen. Ja. Heb je een bril op? Nou, daar staat toch verdomme Luns. Maar je mag toch alles schrijven daarover wat je wil nu? Ja, nou, dat heb ik gedaan. Maar las het nou maar. Als je het nou maar las, dan waren we een elend. Dan hadden we dit gesprek waarschijnlijk niet hoeven te hebben. Want het boekje volgevrijligd in de winkel, het kost maar €22,50. En daar staan al die telegrammen, althans 50 van de 400 staan erin. En als je het leest, dan begrijp je met wat voor absolute smerige streken ik al 35 jaar te maken heb. En ik heb een beroep gedaan op de koningin. Persoonlijk, en daarom staat voorin een brief aan de koningin om haar te bedanken dat ze me geholpen heeft. Want ze heeft via de Raad van State mij de rotzooi in Zuid-Afrika laten sturen.
Hier sta je met de koningin, hè? Ja, dat is in Mexico, ja. Wat een jonkie nog, hè? Nou, dat was in 66 of 67. Echt waar? Ja, ja. Wat deed je daar met haar? Ze was toen nog Toen hebben we een gesprek gevoerd waar ze me later een brief over geschreven heeft. Over een mevrouw die haar heeft opgevoed en mij heeft opgevoed. En in Baren. We zijn door dezelfde mevrouw grootgebracht. En toen heeft ze me daar later nog een brief over geschreven. Dat ze dat gesprek zich zeer goed herinnerde. Dat wij toen in Mexico. Dat was bij de ruïnes in Mexico. En wie is die mevrouw? Dat is onze stoute Davy Sukarno. Friend Willem en Peter with our best wishes. Die heeft dus in Japan nu een absoluut prachtig boek uitgegeven, waarin ze dus 500 keer blootstaan. Oh, dat, verrek, ja, daar heb ik toch over gelezen. Ja, dat heeft in alle kranten gestaan. Ja, maar het ik verschil heb dat boek is helemaal niet gezien. Nee, dat heb ik dus alleen. Ach, dan willen we dat graag even zien. Maar het is zo vreselijk smaakvol gedaan, hè? Dit boek. Dit is de voorkant. Het is ook zo'n prachtige mevrouw. Ja. Nou, ik, tenminste op die foto vind ik dat prachtig. Maar kijk, de buitenkant is zeker prachtig. Maar nou gaat het erom, hoe is het binnenwerkje, hè, van deze dame? Ja? Kijk, ik zal zomaar wat dit is vrij exclusief, want ik denk niet dat dit nog in het Koninkrijk der Nederlanden nee? is vertoond. Nee, nee, nee. Ik vind het zeer boeiend. In, ja, ik weet dat dit jouw afdeling is. Maar Oh, je hebt toch vroeger ook wel op dames, bent toch ook wel eens op dames Ik gevallen? Ben van wat je noemt alle markten thuis geweest. Ja. Ik vind dit minder geslaagd. Ja, dit is nee, de Gullit koep, hè? Ja, het is meer een beetje. Maar er zijn ook hele mooie bij. Waar ze in Sawa's loopt. Kijk, hier is een Japanse mevrouw, maar eentje verder is anyway, er zijn kijk. Dit is toch wel prachtig gedaan, oh. Hè? Nou ja, prachtig. Ja, wel bijzonder. Als je ervan houdt. Ja. Maar goed, laten we dit maar gauw dicht doen. Dat is nu haar beroep, fotomodel. Nee, dit heeft een grapje ertussendoor. Ja. En dat is natuurlijk prompt in Indonesië verboden. Heb je nog contact met Ja, met de hele familie, ja. Ja? Ja. Want hier staat de ouwe, hè? Daar staat de ouwe, ja. Ja. Dat was echt een goede vriend van mij. Was ook geen lelijke meneer? Oh, dat weet ik niet. De leeftijd was ver boven wat mij boeit om nader onder de loep te nemen. Maar luister nou eens, Rick. Ja. Kwam je om foto's langs de kasten en boeken te fotograferen? Of ja, en dan tegelijk, oh, ja. Ja, maar let's have a good conversation. Is of kan dit, dat is, niet? Is dit geen good nee, conversation? Nee, dit vind ik kletsende ruimte. Meen je dat? Ja, dat vind ik zonde aan de televisietijd. Daar zitten de mensen ook niet op te wachten. Je moet een goed. Ik dacht, we gaan een goed verhaal opbouwen over internationale politiek of nationale politiek. Of is Nederland vol? Dat soort vragen. Ja. Is Nederland vol? Hartstikke vol, natuurlijk. Goed, is dat ook weer behandeld? Ja. Kijk, dat is dus ja, niet helemaal zin. Dit is je levensgezel vroeger, hè? Ja, Peter. Die zit nu helemaal in zijn eentje in Zuid-Afrika? Nee, helemaal niet in zijn eentje. Maar dat is nog steeds mijn beste vriend. Ja, ja. Dat is jouw mijn oeuvre. Ja, je bent nu aan deel 5 of 6 van je memoires. 5 is klaar. 5 is klaar. Er zijn er 25 geschreven, die liggen bij de notaris. Het worden er 50. En de 50. Ja, 50. En het viel me al op dat even duurde voor het je. Het staat eigenlijk allemaal daar, hè? Nee, dat is het laatste restje. De eerste 600 van die boeken zijn al in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Maar dit zijn jouw dagboeken? Dit is, vanaf 78. 78? Ja. Ga maar kijken, die etiketjes bovenaan, 78, links bovenaan. Mag ik er zomaar eentje uitpakken? Even kijken. Ja, maar voorzichtig, want alles valt eruit. Ik hou er niet van. 1984. Hè? Ik kan het bijna niet. Ik zal het echt heel voorzichtig pas op doen. Dat er niks uitvalt, ja, nee, want er zitten allemaal losse knipsels in en dan krijg je al dat gelazer. En als er iets ik wil nou ja, zo zijn ze. Ik heb er ongeveer
gemiddeld 15 tot 18 of 19 of 20 per jaar. Wat misschien leuker is als er foto's in zitten. Ja, blader er eens even doorheen. Kijken of er iets. Of je opeens ook iets te binnen schiet uit 84. Saint-Tropez ben je nog geweest in 84, zie ik. Ja. Met een bereisd baasje. KGB-watches, zie ik. Nou, dit is nou een deel. Dan heb je net weer een stom deel eruit gehaald waar geen foto's in zitten. Je komt uit een iets groter huis, hè? Dan dit. Ja, dat was een huis dat is het deze? Ja, gebouwd dit, door de architect De Basel. En dat staat in Bos en Duin. En ja, het ligt. Het is wat. Kom nou eens, waar was je kamertje bijvoorbeeld? Kan je niet zien, want het was diep. Het huis was diep. Het was net zo breed. Wat je nu ziet aan breedte, zo diep is het ook. Er staat 21 kamers. Ja, het had. Ik heb nog wel andere foto's. Het is een prachtig huis, ja. De Basel. Dit is de man. Dat is een zeer beroemde Nederlandse architect die dat gebouwd heeft. Hier heb ik ook nog. Dit was de achterkant van het huis. Het is mijn familie, mijn ouders en mijn twee broers. Oh, niet zo snel. Waar sta jij? Hier. Ah. Dat is na de oorlog, vlak na de oorlog. Dat is echt onze familie zonder vreemde mensen erbij. En Keeshoorn. Kijk, dit. Nee, een chow-chow. Wat zit je toch een onzin te kletsen? Dat is een grijze chow. Oh, ik noemde dat vroeger altijd een Keeshoorn. Ja, maar je moet natuurlijk een beetje precies zijn in wat je zegt. Kijk, dat was de achterkant. Daar had jij je kamer. Dat was de voorkant. Ja, ik had de kamer aan de zijkant. Want dit breed is ook zo breed. Ja. Dus ik had de kamer aan de zijkant. Dit waren de dienstboden vertrekken. Ja, dat was een good time. Very good time. Je vader was fabrikant, hè? Wel, nee. Mijn vader was advocaat en procureur. Oh? Ja. Mijn grootvader heeft de Kinine opgericht. De Kininefabriek, ja. Ja. Aha. Dit zijn de boeken van mijn vader. Kijk, Justinianus. Hij heeft de vertaling gemaakt van de instituten van Justinianus. Omdat hij zich herinnerde als rechtenstudent dat hij er zo de scherp aan had dat hij dat Latijn moest doen. Dus er zit nou een Nederlandse vertaling mee. Dat heeft hij gedaan als hobby ernaast. Oh, ja. En dan natuurlijk het allermooiste, nou je toch over boeken hebt. Deze twee, ja. Daar ben ik, dat is mijn familie. Dat zijn dat dus wat ouder de schaapherder ons. En het slot Loevestein. Maar dat is aan die tafel geschreven. Aan die werkelijk? Ja, die zijn aan die tafel geschreven. Ja. En die heb ik dus in Holland gelaten en niet meer naar Zuid-Afrika genomen. En die gaat naar de literaire in Den Haag. Die gaan dus ook naar de Koninklijke Bibliotheek, die tafel. Dat is al geregeld. Dat heb je vandaag zitten schrijven? Dagboek, kijk maar naar de datum. Ik geloof dat het is uit 78, december 78. Er is een bod op Amor Bos gedaan van 95.000 gulden cash en 200.000 gulden via een notaris. Ja, ik kon toen 295.000 gulden voor. Want ik was in 78 al eigenlijk van plan, omdat mijn ouders overleden waren, om terug te gaan naar Californië. En ik was toen al in onderhandeling om dat huis weg te doen. Maar ik heb het pas weggedaan toen ik naar Zuid-Afrika ging. Ja, dat is in Amsterdam-Noord, hè? Waar je Ja. Je wou echt in Zuid-Afrika gaan wonen? Nou, zeker toen. 10 jaar. Nou, ja. Ik woonde er. Ja. Ik neem toch niet mijn vleugel en de hele bende. Ik heb alles wat ik had meegenomen naar Zuid-Afrika. Want ik zou mediaadviseur worden in Nieuwe Zuid-Afrika. En daar had ik een mooie aanbieding voor. En verdomme, op van de een op de andere dag ging. Alle deuren gingen dicht. Ik zou een boek schrijven met de broer van president de Klerk. Ik heb het contract getekend. Niemand antwoordde meer een telefoon. Een generaal tegen me zegt. Ja, je staat op de lijst als CIA-agent. Maar ik zou bijna zeggen, dat bedoel ik helemaal niet. You. Ja, hoe krijg je het toch altijd weer voor elkaar? Ik krijg niks voor elkaar. Ik zat daar rustig minding my own business. Ik ben in 86 daar naartoe gegaan. Ik was daar rustig bezig. Ik studeerde piano. Ja. En ik schreef memoires. En ik bemoeide me met geen hond. En van de een op de andere dag was ik ineens een CIA-agent. Vroeger was ik KGW-agent. Nou, dat kunnen ze dan nu opzoeken in Moskou. Dat ik dat niet ben. Maar nu vond ik dat wel een beetje de spaargaten uitlopen. Maar waarom is dat dan? Ja, steeds? Nou, dan moet jij lunchen. En die baas dat ze in Den Haag vragen. Je moet die smeer. Weet je wat dus een buitengewoon grote smeerlap is? Die meneer Arser
Arthur Dokters van Leeuwen van de BVD. Van, dat is een grote. Ten eerste is het een ras leugenaar. Die met het hoofd. Nou ja, daar kan hij niks aan doen, daar heeft hij gewoon pech gehad. Hè? Maar die man. Het is wel een bijzonder hoofd. Die liegt. Ja, maar hij is de enige niet. En die liegt of het gedrukt staat. Want die zegt gewoon tegen Kamerleden, meneer Piet Stoffelen van de PvdA, is naartoe gaan, zegt meneer Dokters van Leeuwen, ik zou nou toch wel eens willen zien wat de BVD al die jaren tegen Oltmans gedaan heeft. En dan zegt hij gewoon. Meneer Van Stoffelen, wij hebben geen dossiers over meneer Oltmans. Ik moet nu met de vakbond NVJ en de advocaten van Pieter Lakenman, hè, omdat die een stichting heeft, Sobi, die corruptie bestrijdt, ben ik nou bezig om die rotzakken eindelijk bij hun kraag te pakken. En we zijn er heel dichtbij, dat kan ik je verzekeren. Je blijft steeds woedend. Nou, zou jij niet vrij uit je humeur zijn als je 35 jaar lang door die bastards achter je reet aan wordt gezeten? En ik doe, als ik nou wat gedaan had, kijk, die Ponke Prinsen, die was naar Sukarno overgeloofd en die schoot op Nederlanders. Maar het enige wat ik mis heb gedaan is te vroeg gezegd, Nieuw-Guinea, dat haal je niet lunch, nee. Dat raak je kwijt. Dus maak geen keet en regel dat. Maar landverraad. Ja, toen ik dan net enigszins... Ja, je moet altijd heel op je woorden letten natuurlijk. En heel exact zijn in wat je zegt. Want anders... Ja, toen jij zei wat, Rick? Toen ik zei, hoe krijg je dat toch altijd weer voor elkaar? Ik krijg geen woorden voor elkaar. Jij gaat naar Suriname. Nou zit ik hier. Nee. Jij gaat naar Suriname. Je gaat Boutersen adviseren. Gelukkig, zeg. De film is al. Maar goed, je bent geen adviseur van Boutersen, maar je geeft hem adviezen. Nou... En wat er dan ook allemaal ik gebeurt... Ik heb een boek over die man geschreven. Hoe krijg je voor elkaar dat je dan... Ja. Eruit getrapt wordt. Ben ik nou ook al uit Suriname getrapt? Nee, je was niet uit Suriname getrapt. Ik ben helemaal nooit uit Suriname. Nee, maar je hebt Suriname failliet proberen te verklaren. Nou, het is zo gegaan. Dat is toch niet mis? Ook, dat is niet mis. Nee. Maar als dus ik het voor mekaar krijg om Suriname te helpen aan een soft loan. Het is een ontwikkelingsland. En als Oostenrijk bereid is om 20 miljoen Zwitserse francs aan Suriname te lenen tegen praktisch geen rente. Dat had je voor elkaar gekregen. Dat had ik voor elkaar gekregen via mijn contacten in Nederland. Ja. En toen daar wou je wel een honorarium voor hebben. Nee, daar wou ik helemaal geen honorarium voor hebben. Ik had tegen Wouter gezegd, ik kom met een delegatie uit Oostenrijk. Ja. Ik zou wel even die tickets voorschieten, maar ik wil ze wel graag terug hebben. Ja. Nee, dat is echt. Ik heb dat wel eerder gedaan en ik kreeg ze altijd netjes terug. Ja. Tot die keer met die Oostenrijkers. Ja. En ik heb dat voorgeschoten. Dat was 75.000 gulden. Het is nu 1,5 ton. Die zaak loopt nog steeds. Dat laat ik rustig aan. Die rente tikt aan. Ik maak me helemaal niet dik erom. Dat komt wel. Maar, toen heeft Bouders op een gegeven moment plotseling niet die tickets terugbetaald. En de kosten die ik gemaakt had om voor hem 20 miljoen te krijgen van Suriname. Nou, een beetje raf. Een beetje ruw. Dus iemand zal daar toch voor moeten opdraaien. Wat wou je vroeger worden? Avonturier? Nou, don't you say, vind je niet dat het hele leven een avontuur is? Een romantisch avontuur? Ja. Nou, dus dat is geen kwestie van kiezen. Dat is er al. Ja. En wat je dan wil worden... ik ben opgeleid op Nijenrode voor de buitenlandse dienst. Ja. Maar ik had... Daarna ben ik naar Amerika gegaan, naar Yale. En daar heb ik dus ook gestudeerd voor de internationale politiek. En toen dacht ik, als je een absolute kloot als Luns hebt... als minister van Buitenlandse Zaken... dan zie ik mij niet in dat ministerie functioneren. Hè? Nee. Dus toen ben ik door Henk Hofland, God beter het, en ik ben hem daar mijn hele leven dankbaar voor. Met Algemeen Handelsblad gehaald, ja. Die heeft gezegd op een gegeven moment, ben jij gek, kom lekker bij ons bedrijf zitten. Maar hij zit er dus nu nog, maar ik ben een jaar weer vertrokken. Ja. En je bent nu eigenlijk een soort, niet alleen journalist in eigen dienst, maar ook een soort diplomaat in eigen dienst. Nou, dat niet, nee. Ik wil nou met rust gelaten worden, ik wil mijn dagboek afschrijven en that's it. En that's it, ja. Ja. Dat je is nog heel wat werk, die hele kast moet nog. Je hebt in Amerika gewoond lange tijd. Je wil nu in Zuid-Afrika gaan wonen. Nou, ik wil wel nog een paar keer teruggaan om allerlei dingen af te maken die ik niet afgemaakt heb. Maar ik blijf voorlopig op dit punt zitten. Ja. Want dit is een ideaal studiotje. Ik heb hier alles. De muren zijn zo dik dat je hoort geen hond.
En ik heb nog nooit zo'n heerlijk studiootje gehad. Je kunt alleen je vleugel hier niet plaatsen. Nee, dat moet even wachten. Dus, ik mis je die, hè? Ja, dat is eigenlijk het enige waar ze mij mee een hak hebben gezet. Dat ik niet meer kan spelen. Dat je hebt hier wel een hoop muziek staan, hè? Ja. En daar die platen. Ik speel de hele dag als ik zit te werken. Ja? Ja. En wat zijn dit voor banden? Die videobanden? Mijn televisieinterviews. Dit is met Adriaan van Dissen, vier keer met Sonja en met Len Verink en Femme, al die televisieinterviews. Dat stukje van Diss heb ik dus nooit gezien. Ja, maar dat gaan we nou toch niet even zitten. Nee, is dat niet leuk? Nee, want je bent je tijd al voorbij. We hebben al een uur gelopen. Nee. Dat maak ik zo meteen in de montage wel weer goed. Ja. Maar kijk, ik praat. In Amerika krijg ik dus $2500 per uur. Ik heb nu geluld toch zeker anderhalf uur. Dus we zitten op een kleine $4000. Maar dit terzijde. Dat is maar goed ook. Je hebt vast een heel mooi stukje van een waar je zelf, laat ik zeggen, waar je erg om moet lachen als je dat terugziet. Nee, ik vind dat filmpje wat hij gemaakt heeft, jouw cameraman, van VPRO met Van Wiering, dat is een van de mooiste dingen. Daar speel ik ook piano en zo. Heb je dat hier? Het Gat van Nederland. Het Gat van Nederland. Uit welk jaar is dat? 72. Geen idee. En dat is een portret van jou of zo? Of gaat het echt over iets? Ach ja, natuurlijk. Het moet zo. Ik gebruik het ding zo weinig. Nou, vooruit. Ga erin. Doet hij nou toch de hele tijd? Ja. Dat is goed hoor, dat is niks meer. Hij is misschien kapot. Ik wil hem niet hebben, nee, dat moet iets. Hoe kan dat nou? Wacht even. Even denk. Nee, zeg alsjeblieft, ben jij nou helemaal de sodemieter? Hou het een beetje gezellig. Zie je, dat zijn die typische trucjes van dit soort. Van het Gat van Nederland, vroeger. Nee, van jou. Om dan mij hier als absolute imbecil bezig te zien met een video die ik niet weet hoe werkt. Ik weet het namelijk nooit. Maar hij moet er nou toch in kunnen. Nee, maar we hebben misschien toch iets verkeerd gedaan. Wacht. Oh god. Oh, nee. Een mooi stukje opzoeken van het Gat van Nederland. Nee, oké, alles vind ik goed. Dat je piano speelt? Zolang je mij ziet. Ja, dat is er wel, ja. Eens even kijken. God, dat vind ik nou. Nou heb je weer een goede. God, jammer dat jij nooit van die andere kant. Nee. Dat heb ik wel jammer gevonden altijd. Tenminste, toen zeker. Ik kwam toch vrij regelmatig bij jou afzakken. Ja. Ik denk, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ja, nee. Het is toch bij de vrouwen gebleven. Ja, stommeling. Waarom is dat zo veel? Dat is die mooie stoel van je. Ja. Waar is die nu? Dat zegt, die is langzaam aan het versleten. Laat je die niet voortdurend opknappen? Dan ben je belazen. Neem weer andere. Nou zit ik te spelen op de achtergrond. Nou, dat is nu nog aan de gang. Uh-huh. Dat speel ik. Liefst. Toen ging Frans ook al. Ja, datzelfde portret dat we net hebben. En trouw. Het stuk dat je piano speelt, is dat... Ja, dat moet ik even uitzoeken. Komt later. Maar je kunt het niet een beetje doorspoelen. Ja, wacht even. Dat ga ik doen. Waar is dat ding? Kijk, daar heet die fucking dagboeken weer. Maar die staan nu allemaal in de Koninklijke Bibliotheek, want dat is van 1960, et cetera, et cetera. In Kopenhagen
zijn we naar Sukarno geweest en weer een vrouw van Koen Hemberg erbij. Zal ik weer verder draaien? Ja. Gesprek. Zijn we er al voorbij? Hoeveel dames denk je dat er in jouw leven door je vingers zijn gegaan? Dat valt heel erg mee. Oh, wat jammer, en je heel wat gemist. Ik ben een tamelijk monogaam typeje geweest. Over het algemeen. You should have consulted a doctor. Dan had je een hele leven gehad. Ja, laat maar even doorlopen. Maar hoe kan dat nou? Dat is iedere keer. Het zal hierna zijn. Ja, maar dit is niet de hele film. De film was 22 minuten. Daar heb ik alleen maar een klein stukje. En de mensen van de staf van president Nixon om te praten over dit werk wat ik op het moment wil doen. En dezelfde avond komt een van die heren, meneer Begeman van de Nederlandse ambassade, tegen. En prompt wordt weer de Nieuw-Guinea-zaak overgehaald. Goedenavond, 72. Not to be trusted en waar ik weer door het slijk gehaald door jij gaat. Nee, maar dit hebben we er net over gehad. Wacht even, dan ga ik nog even iets voorzichtiger dan. Maar ze hebben me niet de hele film gegeven. Ze hebben geloof ik alleen het stukje gegeven. En volgens mij hebben ze het hele gat van Nederland gegeven, want hier staat op 82 minuten. Ja, maar dat heb ik dus niet gekregen. Dat zie je nou maar. Ik heb het echt nooit echt goed gecheckt. Nou, zullen we het vergeten? Het was aardig, we hebben het toch geprobeerd. Je kan aan de mensen zeggen, we hebben het geprobeerd. En het staat erop en het was ene. Ja. En hij speelt prachtig lied. Ja. Dat geloven ze toch wel als jij het zegt. Kan je niet even een commentaartje na afloop geven? Nou, het is echt waar, hij speelt mooi lied. Het is echt waar, hij speelt heel mooi lied. Thank you. Rachmaninoff ook mooi. Ja, dan hoe weet je dat nog? Maar Chopin is mijn lieveling. Nou, dan worden de heren zeer bedankt voor deze langdurige bezoek. Ja, ook. Drie hoog voor. Niet drie hoog achter, drie hoog voor.